Hey allemaal, ik ga vandaag voor het eerst sinds 9 maanden weer naar de kapper. Daar heb ik heel erg lang naar uitgekeken en heel lang voor gespaard. Want ik ga naar Salon Lee en dat is super goed, maar helaas niet goedkoop. Maar ik ben super benieuwd wat ze met mijn haren gaan doen. En ik wil jullie niet langer in spanning laten, dus let's go! Stilstaan dus. Zo is het dan uiteindelijk geworden. Ik zal eerlijk zijn, ik moet er nog heel erg aan wennen. Vooral aan de lengte, want zoals je wel ziet is er echt een heel stuk af. Dat wist ik van tevoren dat dat zou moeten, want ik was, nou, zoals ik al zei, al 9 maanden niet geweest. En de punten waren ook echt heel erg dood. Dus ik, nou ja, ik was erop voorbereid dat ik een heel stuk lengte zou kwijtraken. Maar toch doet het wel een beetje pijn in mijn hart. Wel voelt het echt weer heerlijk gezond aan. Ik kan echt weer door mijn haren gaan zonder dat ik verstrikt raak in de vierdubbel gespleten haarpunten. Dus dat is heel fijn. Mijn haar is tijdens het verven behandeld met Olaplex. Dat is een middeltje dat de zwavelbruggen in je haar weer heel maakt, zeg maar. Wat zwavelbruggen precies zijn, dat weet ik niet. Maar wat ik wel weet is dat je haar er super zacht van wordt. En ik heb ook dit flesje mee naar huis genomen. Dit is Olaplex nummer 3. En die kun je thuis gebruiken als masker om je haar in topconditie te houden. Dus die heb ik ook nog meegenomen. Aan de kleur is niet heel veel veranderd. En dat is ook precies waar ik om gevraagd had. Ik ben heel eerlijk geweest en heb gewoon gezegd dat ik niet super rijk ben. En geen geld of het geld er niet voor over heb om elke 6 weken mijn haar te laten verven. En als dat dus niet iets is wat je wil, dan moet je bij een kleur blijven die dicht bij je eigen haarkleur ligt. Wel is het iets koeler geworden en zitten er wat meer kleurschakeringen in. Dus er zit iets meer diepte in. En ik ben er eigenlijk heel blij mee. Ik had misschien een iets grotere verandering verwacht. Maar zoals ik al zei, ik heb geen zin in uitgroei. Want ik heb al een koopverslaving. En om dan ook nog elke 6 weken bij de kapper te zitten, je kunt niet alles hebben. Dit is dus hoe mijn haar geworden is. Ik ben er zelf heel erg tevreden mee, ondanks dat ik er dus nog een beetje aan moet wennen. Maar met die lengte komt het vanzelf ook alweer goed. Ik zie jullie in de volgende video. Doeg!